Brunsum werd zondag weer het Koning Carnaval gevierd. En ook dit evenement kon uiteraard pas op het laatste moment georganiseerd worden. Ja, we hebben heel lang gewacht met een besluit te nemen. We hebben wel heel tijdig een vergunning aangevraagd. Mensen binnen de organisatie zijn heel goed in gesprek gebleven om te kijken wat kan er wel, wat kan er niet. En dat heeft ervoor gezorgd dat we heel flexibel waren. Ook dankzij het feit dat we sinds dag 1 met dezelfde groep mensen werken. Ja, en dat geeft gewoon een stukje vertrouwen naar elkaar. En dat heeft echt heel erg geholpen. Hadden jullie verwacht dat er zoveel mensen op z'n afkomen? Nou ja, we hadden het niet verwacht. Maar uiteindelijk natuurlijk hoor je wel aan alle kanten dat mensen er zin in hebben. Ja, en dan krijg je ook het gevoel dat het zou wel eens heel erg druk kunnen worden. Dus dat is ook een uitdaging, dat hebben we vandaag ook gezien. En we zijn blij dat we een goede beveiliging hebben. En we zullen op een goede manier daar ook met elkaar over moeten nadenken. Hoe gaan we dat naar de toekomst toe blijven regelen? Want dit is natuurlijk te gek. Moet je natuurlijk een paar artiesten ook nog krijgen. Was dat moeilijk om artiesten van laatste moment te boeken? Nou, we hadden het programma eigenlijk al vast liggen voor vorig jaar. Dat hebben we doorgeschoven en dat hebben we ook laten staan. Dat hebben we bewust gedaan. En als de artiesten niet hier op het plein hadden gestaan, hadden we ze in de Brikhoven met een livestream gezet. In lijn met vorig jaar. En daardoor hadden we eigenlijk het programma rond. Heb je een schatting gehad? Hoeveel mensen zijn hier, denk je? Nou, als we nu naar het plein kijken, dan denken we dat er zo'n 3000 mensen zijn. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Is dat een tevreden man? Ja, hier staat een hele tevreden man. En een echte carnavalist. Ja, dames, dat is druk. Heerlijk, gezellig. Gezellig, mooi. We mogen weer, heerlijk. Helemaal los aan het Vuldersvernoot. Is het de eerste keer en vandaag gaan jullie nog verder vieren? Ja. Gisteren waren we ook al. Gisteren in Heerlijden. Dus ik maak er weer een heel veel programma tot en met dinsdagavond. Oh, ik moet helaas terug naar Utrecht. Wij gaan door. Dat is gezellig hier. Ga door, het is hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Maar ja. We mogen weer van alles, hè? Ja, geweldig. We zijn helemaal blij. Genieten. Ja, we waren om 12:30 hier en we zijn zo blij dat we er zijn. Ja. Echt, we zijn aan het genieten. Wat gaan jullie dan morgen en overmorgen doen? Nog een verder vieren? Natuurlijk. Ja, ja. Hey, we gaan helemaal los. We gaan een beetje alle remmen los naar die we 2 jaar. We hebben 2 jaar in te halen. Dus, door te naar een schaartje. En God heeft dat goed georganiseerd. Echt complimenten. Ja, een beetje druk, hè? Nee, dat is heerlijk. Val best mee. Dit is wat Brunsum op de kaart brengt. Ja. Dit brengt Brunsum op de kaart. Koning Carnaval, echt. Dit is al jaren, ik weet het niet meer wie lang. Ik heb plezier aan 3 maanden van Laaf, laat me horen. Hey. Hallo! 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 We komen een reportage maken hier van het geweldige Koning Carnaval. Ja. Mag Stefan mee? Ja, dat mag Stefan. En dan moest je wel ook de vraag stellen. Best ook een beetje genieten van het weer. Ah, ben ik? Of ze van het weer best aan het genieten. Eigenlijk wel. Het is best een mooi zonnetje, is hartstikke druk hier. Maar mag ik nu de vragen weer stellen? Ja, alle. Alle dan. Ik heb even betaald. Ben jij gezellig? Nee. Hartstikke gezellig. Helemaal niet. Hartstikke gezellig. De drank zit al goed erin, geloof ik, hè? Wat blijft? De drank zit al goed erin. Nee, ik heb niks.